Ik ben nooit verder gekomen dan een 10 kilometer van de CPC. En daar heb ik nog spierpijn van, bij wijze van spreken. Dus, maar ik geniet er wel vreselijk van. En met mij zoveel andere mensen. Daarom zit ik hier ook. Vorig jaar, ik heb nog weer even net gecheckt bij jou, waren er iets van 175.000 mensen langs de kant van de weg. Dat is heel veel. Dat is heel erg veel. Dat betekent dat het een mooie, spannende, leuke race is met een mooi parcours. Met enorm veel deelnemers. En in dat kader zeggen we als stad, het is prachtig vanwege de sport. Maar het is met name ook prachtig omdat zoveel mensen dan weer kunnen zien wat er allemaal gebeurt in Den Haag. Hoe de stad eruit ziet en dat we weer over de boulevard kunnen lopen. Godzijdank. Ben ik dolblij mee, want die boulevard, nou ja, misschien tegenwind dat jullie niet altijd gelukkig mee zijn. Maar het is wel heel mooi natuurlijk als je dan opeens langs met zicht op zee. Wat is Den Haag naar zonder zee? Dus wat mij betreft wordt het een prachtige dag. Het wordt nog inderdaad heel spannend het afschieten. Helemaal mensen die ik ken die meelopen en zeggen, nou, als je maar wel goed omhoog mikt. Nee hoor, maar zonder dolle. Ik vind het een enorme eer ook dat we dit mogen doen. Ik vind het ook geweldig dat het weer gewoon in Den Haag is. Sportstad, maar met name ook evenementstad. En je ziet, en ik vind het ook geweldig om te merken dat het zo in no time uitverkocht of volgeschreven was. Ja. Dus dat er heel veel animo voor is. Het is één groot feest. De stad is helemaal op zijn kop dit weekend. Dus als je dan niet van plan was, kom in ieder geval kijken. Geniet ervan. En ja, ik wens jullie allemaal gewoon heel veel succes. Ik ben heel benieuwd. Het is toch wel een Haags feestje dan aan het worden. Wie van deze geweldige lopers voor Den Haag de overwinning binnen gaat halen. Dus allemaal heel veel succes. Allemaal heel veel plezier. En we zien elkaar zondag weer. Dankjewel. Super, dankjewel. Dankjewel.